MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV, One Casino, Nike en Keno Media. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van MVV TV in vroege vandaag, want het is 8:55 en ik heb om 9:00 afgesproken met Koen Kostons, want hij wil ons iets vertellen. Goedemorgen Koen. Kenneth, goedemorgen. Ja, we hadden eigenlijk opnames morgen, maar die apps nog op wens van vermotten het vervreugen. Ja. Liggen ze uit? Ja, ik ga een transfer maken. Alles is rond, alles is getekend en ik vlieg deze namiddag naar Spanje toe voor een gedeelte van het trainingskamp nog mee te pakken. En dan verlaat ik de club, ja. Maar trainingskamp in Spanje, is het een Spaanse club of vertel ons, Bugues Nato? Nee, ik ga naar SC Paderborn, tweede Bundesliga in Duitsland. Het leek ongeveer 3 uur van Maastricht af, maar voor mij een hele schoene stap. En schoene stap, betekent dat sportief of qua niveau of wie moet je dat voorstellen? Wat is voor die een chique stap? Nou, een uitdagende stap. Het is sowieso een niveau hoger, ondanks dat het hetzelfde niveau is eigenlijk. Ja, tweede Bundesliga is een waanzinnig platform om te ontwikkelen en mij te laten zien. En mijn carrière bij te zetten. Maar in alle opzichten denk ik wel een stap vooruit. En, een hele goede uitdaging, maar wel een hele schoene. Ja, en voor de lui die niet weten, tweede Bundesliga, welke clubs kunnen ze zo wel tegen? Nou, het speelt een beetje HSV, Schalke, Düsseldorf, Hertha. Dus er zijn wel een aantal goede clubs die daar liggen. Schoene clubs, dus ik denk ook wel chique stadions. Ja. En echt voetballand is het. En wie is dat zo gegaan? Want je hebt natuurlijk dit seizoen, vorig seizoen, fantastische statistieken. En dan heb ze interesse en dan belt ze een trainer erop op? Of? Nou ja, ik heb inderdaad via mijn zakennummers gehuurd dat SC Paderborn een tijdje geleden interesse had. Dat ze mij aan het volgen waren en ze zien komen loeren tegen Topos. En de week na Topos heb ik een telefoontje gekregen van de trainer. Heb ik met de trainer gesproken en een heel groot gevoel meteen. En ze zijn heel snel, heel concreet geworden en de deal was eigenlijk vrij snel rond. Ja, en wist ik dan op dat moment dat ze op de tribune zaten? Nee, dat hoorde ik achteraf. Hm. Dat soort dingen hoor ik altijd achteraf, anders dan ga je zich daarmee bezighouden. Maar hartstikke schoon, ja. Ja, en wat Jeff van What is Loos altijd deed, pak de camera en ze wil ze nog gaan tegen de lui zeggen. Ja, beste MV-supporters, bedankt voor het laatste anderhalf jaar. Ik heb genoten hij in de geus op mijn achterboete. Fantastisch seizoen metgemaakt vorig jaar. Eerste seizoen zelf nu veel en met het team gaat tegen zelf goed gepresteerd. Maar altijd trots geweest om hij te voetballen. Altijd blij geweest om voor u te mogen voetballen en hij te mogen scoren en successen te beleven samen. Maar ik wil u allemaal bedanken voor de steun. En misschien tot iets in de toekomst weer. Ja, want daar ga ik even op inhaken. De Bispas 23. 24. Er zijn nog heel veel jaren te gaan. Zien we dat hij ooit nog een keer voetballen? Dat kan niks beloven. Meer. Dat kan niet beloven, maar misschien als de kans ooit weer is dat ik weer terugkeer, dan zal ik er zeker van nadenken. Ja, absoluut. Dat zo. Die moet zijn vliegtuig pakken. Succes. Ja, dankjewel. En weer tot ziens. Ja. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV, One Casino, Nike en Keno Media.